zit hij. En deze heb ik er ook al over gehouden. Zo hartstikke lief. Ja. Dan hebben we echt gewoon tot 9 uur 's avonds hebben we in het park rondgelopen. 9:15 zelfs. Eva die had nog de borstel laten vallen in Carnaval Festival of zoiets, ik weet niet hoe het heet. Monsieur Cannibal is bij iedereen in het team geslopen, geloof ik. Ik ben 3 keer achter elkaar in de vogelrok geweest. Dus gewoon blijven zitten. Dat was ook wel lachen, want ik kon gewoon, was hartstikke rustig daar. We hadden ook nog een keertje extra in de Python gekund. Maar ja, toen wisten we nog niet dat de vogelrok dus zo vaak zou draaien. En ik had eigenlijk nog wel een keertje in de vogelrok gewend, maar ze werden misselijk, dus we gingen maar weg. En ze gingen voor de laatste keer draaien ofzo. En ja, ik heb me ontzettend vermaakt in de Efteling. Ook bij Wie is de Mol en zo. Dat was wel heel zwaar. Ik heb ook een aantal uren in de Efteling gewoon aan Wie is de Mol moeten werken. Dus niet alleen dingen verstoppen, zoals die molletjes. Maar ook zeg maar de mensen weer opzoeken nadat ik de uitslag had berekend van de test. De test maken natuurlijk, samen met een paar andere mensen, waarvoor ook dank. Dat was het filmpje. En dit moest ik even toevoegen omdat het er niet bij zat. En misschien zit er nog steeds iets niet bij, bijvoorbeeld pagode of zo. Maar ja, pech dan. Doei.